Peter Olsthoorn, een hele goede middag. Leuk om je weer te zien. Je bent altijd weer gewoon vernieuwend bezig. En nu ook met het corona, de verslaggeving die je verdoet. Ik zag een artikel in de Volkskrant waar jij samen met een econoom eens even praten over de economische gevolgen van de maatregelen versus de medische gevolgen. En ik wou even met jou daarover napraten. Van hoe je tot dat artikel gekomen bent. Wat de reacties waren erop, want het was toch wel een gewaagd artikel. En ook wat je denken is op dit ogenblik. Allereerst even, hoe gaat het met je werk en hoe gaat het met je gezondheid? Nou, laten we het bij corona houden. Ik weet, waarschijnlijk heeft een coronabesmetting mijn huishouden al gepasseerd. Maar dat weet ik niet zeker, want er is geen testen. Daardoor zijn ook weer anderen in mijn nabije omgeving aangestoken. Oh, ja. Er zit mijn 88-jarige moeder zit opgesloten met longproblemen. Daar is vandaag dus, dat is nu 4 april, is besloten dat is bekendgemaakt dat er een coronabesmetting is. En dan is mijn schoonvader vandaag 90 jaar geworden en zijn kleinkinderen mogen hem niet gaan feliciteren. Ja, die mogen natuurlijk met Zoom, mogen die alles met papa en met opa doen, maar ze mogen niet in de buurt komen. Ja, maar dan moet je eerst nog Zoom daar naar binnen fietsen en zo. Nou, met andere woorden, en dan woon ik in Noordwijk en dat dorp is afgesloten omdat ze bang zijn dat mensen naar het strand gaan. Dat is de meest open ruimte die er is momenteel, maar goed. En daar paraderen. Dat is geen probleem, maar je kunt gewoon niet naar het dorp komen? Nee, wel naar het strand als je er woont, maar niet met een auto mag je niet naar binnen. En de paraderen, dat is nog het opvallendste, de hele dag paradeert die politie te paard. Hè? Dus er is een soort van noodtoestand, wordt er geëtaleerd en ik vind dat ver gaan. Ja, oké. Okay. Nou, dat kwam er ook, dat is ook helemaal duidelijk. Hey, dan even dat artikel. Hoe kwam dat artikel tot stand? Nou, al een paar dagen verbaasde ik me over vrij vergaande maatregelen, maar vooral over de paniek, de hype die er was. Ik kreeg twee zaterdagkranten, NRC en Volkskrant, en alle twee hadden die de eerste 20 pagina's waren gevuld met corona. Toen dacht ik, ja, wat is hier nu aan de hand? En ik wist al heel lang dat dit speelde, omdat een vriend van mij, weer met een vriendin uit China, al in januari aankondigde, wij gaan naar winkelplunderingen toe en miljoenen doden in Europa. Ik zeg, hoe dat zo? Hij wilde me ook geen hand meer geven toen we gingen wandelen. Nou, hier en hier en hierom. Ik vond dat heel ver gaan, dus hij stuurde me 50 berichten per dag om zijn stelling te onderbouwen. En dan stuurde ik steeds meer berichten terug, niet om dat te bagatelliseren, maar om te waarschuwen van, er zijn ook nog weer andere belangen op de wereld dan alleen maar de bestrijding van corona. Ja, je gaf dus, ik ga nu even door het artikel heen, dat je zegt van, hoeveel mensen gaan er eigenlijk dood? Hè? Er gaan 60 miljoen mensen per jaar dood en in Nederland gaan er 180.000 mensen dood en dat is normaal. Hè? Dus elke week gaan er 3.000 mensen dood en nu zijn we eigenlijk voor 1.000 doden, zetten we de hele economie op stilstand. En eigenlijk hebben al die maatregelen ook gewoon zeer zware gevolgen voor de economie. En ook gevolgen voor het aantal mensen dat ook weer dood en overspannen en dat soort dingen wordt. Dus dat was wel een heel ander verhaal dan eigenlijk alle paniekverhalen die erover in alle kranten kwamen. Hoe kwam dit artikel, hoe kwam die combinatie tussen jou en die... Ira Helsloot. Helsloot tot stand. Eigenlijk een gelegenheidscombinatie. Ik had veel contact met Maarten Keulemans, een fantastische journalist van de Volkskrant. Die by far de beste artikelen schrijft over corona. Uh-huh. Als je zeg maar Maarten Keulemans leest, dan weet je in feite genoeg, denk ik, qua feiten. En hij had een paar keer Ira Helsloot geïnterviewd ook, voor artikelen. Yeah. En toen, ik zocht eigenlijk naar iemand die met mij samen wat beweringen wilde staven. En toen kwam ik bij hem, omdat hij al een naam was. En anders, wie is nou in godsnaam Peter Olsthoorn? Ik kom niet, ofschoon ik het al 3 maanden volgde en redelijk goed ben in statistiek en alles. Had ik wel iemand nodig van naam, zeg maar, om dat samen mee te schrijven. Maar kijk, hele simpele cijfers. Hè? Mensen, iedere dag hoorden we toen, dit is alweer 2 weken geleden, we waren de eerste die eigenlijk een wat kritische noten plaatsten. Even zonder kritiek te hebben op RIVM, het kabinet,
Ja. En al die mensen in de zorg die hun stinkende best doen, die 24-7 aan het werk zijn om mensen te redden, daar hebben we helemaal geen kritiek op. Nogmaals, die doen het allemaal fantastisch. Maar ja. Dat bijvoorbeeld niemand in Nederland wist dat er per week 3000 mensen doodgaan, dat was een eye-opener. De andere dag, vier andere columnisten noemden dat van. Hè, die begonnen ook te denken met. Hey, verrek, zeg, iedere middag krijgen wij een journaal. En er zijn er toen nog 80, 100, 120 mensen overleden. En mijn stelling was. Ja, dus zijn er. En nog steeds overlijden er veel meer mensen niet aan corona. Dan wel aan corona. En van de week heb ik weer getwitterd van ja, kijk eens, er zijn wereldwijd, was dinsdag geloof ik, 34.000 mensen overleden aan corona. Er zijn dit jaar 30 miljoen baby's geboren. Ja. En ja, dat wordt je ook niet in dank afgenomen natuurlijk, dat soort relativering. Want ieder overlijden is een tragiek voor de mensen die het aangaat. Ja, nee, dus dat was inderdaad, nou, je had dat artikel dus gewoon samengeschreven. En toen kwam het uit. Wat waren de reacties daarop, zeg maar? Nou, wij dachten wel. Zeker, ik ben niet een persoon van statuur of zo. Ik dacht wel, ik moet dan daarna onderduiken. dit gaat flagrant verkeerd. Maar tegendeel was eigenlijk het geval. Een heleboel mensen spraken hun lof uit dat het gezegd werd. Die liepen wel ook met die gedachten. Met wat is hier toch aan de hand? Waarom? Maar die durven dat niet hardop te zeggen. Want je gaat niet deskundigen tegenspreken. En als iedereen zegt, joh, de ouderen dreigen allemaal dood te gaan in Nederland, dan ben jij niet degene die zijn vinger opsteekt om te zeggen, wacht eens even, maar er zijn ook nog andere belangen. Nog steeds, ik blijf zeggen, het is verschrikkelijk allemaal. Ik bagatelliseer niet wat er aan de hand is. Ja. Alleen denk, en met IRA, denk ook even aan hoe wil je hieruit komen? Ja, als je maatregelen neemt, moet er ook misschien een soort van eindpunt zijn. Ja. Nou, ja. Hoe lang wil je kinderen? En Rutte zei ook, dat besluit om kinderen, om scholen te sluiten, is niet een rationeel besluit. Dat zei hij gewoon. Dat was genomen vanwege de commotie. Dat heb ik herhaald. En daarvoor krijg je al op je lazen, dat je alleen al zo'n standpunt herhaalt. En een andere columniste, mevrouw Draaier, verdraaien moet ik zeggen, want ze verdraaien onze woorden, maar die ja, dus het is heel moeilijk om ratio tegenover emotie te zetten. Emotie is veel krachtiger. Veel krachtiger, ja. En angst is op dit ogenblik echt ook gewoon, dat gaat door iedereen heen. Als we nu even kijken, noem eens wat praktische besluiten die wij hier genomen hebben qua lockdown, zeg maar, hè, de restaurants en de bars en mensen zoveel mogelijk oproepen om thuis te werken en andere. Welke maatregelen vind jij zelf te ver gaan? Heb je daar een oordeel over? Ja, dat vroeg ik ook aan de Volkskrant of ik dat wilde benoemen. Maar kijk, het kabinet zit daarvoor. En ik ga niet in mijn eentje kabinetje spelen of RIVM'tje spelen of zo. Ik ben geen viroloog. Ik geef wel dit voorbeeld. Stel, er is een brand in een huizenblok. Hè. Daar zitten 30 mensen die dreigen, die zijn in paniek naar zolder gevlucht. Niet zo slim natuurlijk, maar goed, brand beneden, ze wisten niet anders te doen en die 30 mensen zitten op het dak, die moeten gered worden. Brandweer is daarmee bezig, brandweer denkt, moeten 30 mensen redden. Dan komt er iemand de kraan dichtdraaien. Dat ben ik, zei de gek, ik draai dan de kraan dicht en die brandweer woedend, wat doe je nou, draait de kraan dicht. Ik zeg ja, maar er is watergebrek en over een paar weken dreigen daardoor 300 mensen te overlijden. Dan ben je natuurlijk nog steeds die gek die kraan dicht draait. Er kan niemand kan dat allemaal overzien. Wij natuurlijk ook niet. Maar, ik snap dat, dat is een makkelijk voorbeeld. Maar heb jij nou ook nog een maatregel, bijvoorbeeld, je had het over je eigen dorp, zeg maar. Die je denkt van, nou, dat gaat nou te ver. Gaan wij nou te ver in Nederland of zijn wij nog mild? Ja, ik denk dat Nederland het heel goed doet. Oké. Okay. Dus je denkt niet dat wij te veel zware maatregelen nemen. De sfeer is wel, kijk, ik woon in Noordwijk hier, het strand is afgesloten en de hele dag paradeert hier politie te paard met van die blauwe helmen op. Maar het Marie-Jusé dan denk ik, parkeerplaatsen zijn dan afgesloten. Je kunt het dorp niet in. Er wordt wel een sfeer gecreëerd
Er is een hele simpele maatregel afgekondigd. Hè. Blijf een paar meter uit elkaar. En dat was anderhalf. En nou ja, doe dan maar twee, want goed. Hè. Blijf een paar meter uit elkaar. Dat gaat natuurlijk. Maar je hebt ook gezien, toen twee weken geleden, toen dat artikel uitkwam in dat weekend, was jouw hele strand hartstikke vol. Mensen deden en mensen trokken zich er eigenlijk niet zoveel van aan. Daar hebben we al die beelden ook van gezien. Of viel dat bij jou mee? Ja, dat viel wel mee. En wat je bij elkaar zag lopen, die mensen die bij elkaar zag lopen, zijn de gezinnen. En even. En daar is ook geen ratio in. Want als mevrouw buiten. En mevrouw van het huishouden werkt buitenshuis. En man die werkt thuis. Maar vrouw moet buitenshuis werken in de zorg bijvoorbeeld. Wat doe je dan? Mag je dan nog bij elkaar aan tafel zitten of zo? Dat weten we niet. Hè? Er is ook één voorspelling van over 9 maanden is er een geboortegolf. Want de mensen hebben allemaal bij elkaar gehokt. En die wisten niet beters te doen. Ja. Maar er is ook een voorspelling. Met over 9 maanden heb je een geboortedal. Want ja, mensen moeten 1,5 meter uit elkaar blijven. En er zijn weinig mannen die op 1,5 meter de kracht hebben om. Ja, dat valt wel mee. We zitten nu 2 weken verder. Hoe vind je. Je ziet nu dat de aantallen flink omhoog zijn gegaan. Hè? Dus vergeleken toen het aantal doden er toen waren een paar honderd. Nu zijn het ver boven de 1000. En het aantal gevallen zijn zeg maar waarschijnlijk iets van 15.000, maar waarschijnlijk 75.000. Hè? Dus. Hoe vind je nu al tijd om de zaak een beetje te relaxen? Of hoe kijk je daar tegenaan? Ja, dan moet ik weer kabinetje gaan zitten spelen. Dat is natuurlijk hartstikke link. Daar kun je alleen maar op afgerekend worden. Maar kijk, dit weekend is het eerste prachtige lenteweekend. Hè? Heel mooi weer. En lekker dan, warm. Ja, dan vraag ik me af. Van, ja, moeten alle mensen dan binnen blijven zitten? Hè? In de stad is het natuurlijk heel moeilijk. Hè, om 2 meter uit elkaar te blijven en zo. En met z'n allen naar buiten te gaan. Dat snap ik nog wel. Maar ja, we moeten ons wel afvragen of we die opsluiting. Hoeveel maanden willen we nog opgesloten zitten? Maar wat is voor jou de exit? Wat denk je dat er moet gebeuren om hier uit te komen? Je leest veel. Je hebt heel veel gezien. Van, hoe komen we hier weer uit? Dat is een goeie. Ik dacht dat je, en daar had ik me voor voorbereid voor een paar radiooptredens en zo, maar die vraag kreeg ik steeds niet. Deze vraag is interessant en omdat hier toch geen honderdduizenden mensen naar gaan zitten luisteren, durf ik dat wel hardop te zeggen. Maar de ergste vraag die je kunt stellen, en nu vertel ik hem zelf maar, is hoeveel duizenden doden vind jij aanvaardbaar om die economie te redden? Ja. Dat is eigenlijk wat wij zeggen. Van ja, je moet die economie niet naar de donder laten gaan. Want volgend jaar hebben weet ik hoeveel werklozen. Al die zelfstandigen die geen inkomen hebben. Er zijn echt heel veel mensen waarbij het water aan de lippen staat. En ja, hoeveel levensjaren moet je redden van 80-plussers, 75-plussers. Waaronder mijn moeder, die in een bejaardenhuis zit. Hoeveel levensjaren moet je willen redden ten koste waarvan? Nou, daar is het kabinet nu over aan het nadenken natuurlijk. Er zijn allemaal mensen ingeschakeld. Ik denk Ira Helsloot zelf ook. Die moeten proberen daar een antwoord op te geven. Dat heb ik niet. Maar er moet gewerkt worden aan een exit. Dat kan bijvoorbeeld niet in New York. Hè. Daar is het absolute paniek. Iedereen binnen en zo. Maar ja, je ziet toch steeds paniekmaatregelen. Bijvoorbeeld India, dat er 1,3 miljard mensen binnengezet worden. Nee, maar ik probeer het even bij Nederland te houden. Wat dat betreft vond ik dat gewoon heel nuttig. Maar Peter, ik zeg even voor jou. Van wat jij gedaan hebt is gewoon moeilijke vragen stellen. Je zegt, ik ben geen regering. Ik ben geen RIVM. Ik stel gewoon de moeilijke vragen. En dat is gewoon een hele respectabel gebeuren. En ik denk, je staat 2 weken later nog steeds achter je artikelen met de vragen die je gesteld hebt. Nou vanmorgen werd daar weer in de Volkskrant weer aan gerefereerd. De conclusie van dat artikel was van dat denken in dat ik kan het woord nooit uitspreken, maar ik ben dan een utilitarist, geloof ik. Ja. Dat moeten we eigenlijk niet willen. We moeten respectvol optreden. Ik heb gisteren ook Asja ten Broeke, dat is een hele linkse columniste in de Volkskrant. Daar ben ik het nooit mee eens. Maar ze schreef gisteren een prachtige column over hoe het taalgebruik eigenlijk al sluipenderwijs zeg maar, dat soort selecties gaat toepassen. Je bent dik, dus je bent schuldig. En, dat willen wij niet. Maar we moeten gaan nadenken. Hoe komen we hieruit? En wat vinden we
aanvaardbaar. En het aantal IC-plaatsen, want dat vinden wij raar en dat blijf ik raar. De limit is nu steeds geweest en het criterium, het aantal plaatsen op de IC. Ja, terwijl het grootste gedeelte van de mensen gaat helemaal niet dood op de IC. Het gaat maar 10% van de mensen gaat dood op de IC. Ja, maar op de IC liggen mensen waarvan we het leven heel graag willen redden, omdat die meestal nog wat jonger zijn en niet hartstikke ziek al en zo. Dus dat is heel respectabel. Maar het is toch wel... Het is toch een beetje vreemd dat dan het enige criterium is waarop besluiten worden genomen. Ja, dat kan op korte termijn kan dat wel, maar dat kun je geen maanden volhouden. Peter, dankjewel voor het stellen van de vragen. We gaan kijken wat de antwoorden gaan komen. Super. Ja, jij gaat burgers eten, geloof ik, met je kinderen. Dat ga ik doen. We gaan een burger cookout doen met vegetarische burger. Kijken wie wint. Dankjewel. Geweldig. Hey, succes.